Ze zijn met zeven. Boucher, Haller, Westra, Van Doeselaar, Arnoud van Groen, Florian Vachon en Davide Ricciabitti. En dan zien we Lars Boom naast Bonen. En Lars Boom die deed dat daar een beetje ongelukkig als een veldrijder. Versnelling, Stef van Marken op de Molenberg. Van Marken om Vincent Duyvels. Van Marken versnelt. Handjes bovenop het stuur. Bonen katachtig naar het wiel van Marken. En dan Fletcher die nog meegaat. Dan Bonen toch van heel ver met een stevige aanzet. En wat doet Van Marken nog? Van Marken komt erover. Van Marken gaat Tom Bonen vloeren. En Van Marken wint de omloop het Niesblad voor Bonen en Fletcher. Sylvain Chavanel, toch wel een van de meest imponerende figuren onderweg. Terpstra met de Wallis. Ook die Nederlander moet zo meteen even gaan puffen, maar gaat wel hard hoor. Terpstra loopt weer verder weg. Nogmaals, dit is zijn koers. Nicky Terpstra wint met een glansprestatie dwars door Vlaanderen. Strafnummer. Voet van de Kemmel, met de koplopers. Bolzato met een soort van stijloefening. We willen strijd zien, liefst duels. Hoe zeg je in het Baskisch goed gedaan, jong? En dan komen ze met z'n 3-4 naast elkaar op een lijn. Bonen komt eruit! En Bonen wint Gent-Wevelgem! We hebben een kopgroep, een omvangrijke kopgroep van 15 man. In ieder geval partij. En valt? Is dat Cancellara? Dat is Cancellara die ja, daar dat ligt. Cancellara ligt daar waar, in het jongens. Midden van de weg. En geen gootje, hè. Je moet op de keien. Dit is Balan. Dit is de poging van Balan. Mag je niet laten rijden, daar moet je naartoe. Bonen, daar ligt jouw kans. Op een derde ronde van Vlaanderen. Hij gaat er van weg. En gaat Pozzato hem nog remonteren. Gaat Pozzato. Nee, het is Bonen die de ronde van Vlaanderen wint. En dat voor de derde keer. We trekken langs het museum aan de Stroom. We kijken naar een kopgroep. Een kopgroep van 7. Hulsmans heeft 177 kilometer op kop gereden. Heeft meer dan zijn job gedaan vandaag. Twee mannetjes van Rabobank op de goede plaatsen. Hè? Maar Verre probeert het vast te houden. En wie komt eruit? Het is Kittel die eruit komt. Het is Kittel die wint. Zitten achter een vlucht van 3 in natte omstandigheden. Daar komt Veuclair. En Veuclair krijgt een meter of 10 en denkt van, ah, ça ira. Als we richting 30 of 35 seconden gaan, dan is Veuclair de beste. Een forse solo uit zijn sterk lijf geperst en ruim verdiend winnaar van de Brabantse pijl, Veuclair. Thank you.